Al jarenlang is Mary That First Zicht een groot succes bij RTL 4. Het programma gaat over vrije gezellen die tot nu toe niet de ware hebben gevonden. Ze schakelen de hulp in van de wetenschap om hun prins, prinses op het witte paard te vinden. Er zijn verschillende testdagen waarbij de experts gegevens verzamelen van de deelnemers en ze matchen. Wanneer ze denken de perfecte match te hebben gevonden, verrast presentator Carlo Booshart de deelnemers met het heugelijke nieuws. De stellen zien elkaar voor het eerst bij het altaar. Hierna volgt de huwelijksnacht, huwelijksreis en gaan ze samen wonen. Of ze de ware liefde vindt nu is Laars dogelukkig met zijn vriendin Felice, zonder de hulp van Mafs. Op Instagram deelt hij een kiekje met zijn vriendin vanaf hun vakantie op het eiland Lanzarote. Laars heeft zijn hand op de buik van Felice gelegd. Erbij staat geschreven, je bent zo welkom lief klein meisje, Kersenbloesem. Het gelukkige koppel laat weten dat Felix is uitgerekend in augustus 2000 oké, okay, we moeten wel eerlijk zijn. In eerste instantie leek het tussen Lars en Lizzie allemaal koek en ei. Maar tijdens het koppelweekend ging het goed mis. Het pasgetrouwde stel ging met ruzie uit elkaar en ook na de opnames bleef het niet stil tussen de de xen. Lizzie deed in de media een boekje open over de seks met Lars. Daar was hij niet zo blij mee, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen voor de twee ex-liefjes. Ook Lizzie is namelijk gelukkig in de liefde. De oud-kandidaat heeft een huis gekocht met haar nieuwe partner. Het maakt niet uit wat we doen, ik geniet elk moment met jouw heftige liefde van mijn leven, schreef op.